Hoi, mijn naam is Suzanne en ik ben van ZJ Advies en wij helpen bedrijven met de boekhouding en belastingaangifte. En elke woensdag maken wij een video en die gaat over boekhouding of belastingaangifte en ook wel eens over ondernemen. Vandaag ga ik jullie 5 tips geven waarmee jij meer omzet gaat halen voor je bedrijf. En vergeet natuurlijk niet te abonneren, want dat is helemaal gratis en dan krijg jij elke week van ons een gratis video. Laten we snel beginnen met tip nummer 1 en dat is natuurlijk, het ligt wel heel erg voor de hand, maar dat is je kan je prijzen gewoon verhogen. Als je net begint, dan wil je misschien toch wel iets lager, omdat je niet zeker weet of je waard bent. Als je merkt van ik ben hier goed in wat ik doe, dan kan je je prijzen verhogen. Dat is de makkelijkste manier eigenlijk om meer omzet te halen. Want ja, als jij je prijzen verhoogt en je verkoopt nog steeds evenveel, dat is natuurlijk wel een ding. Maar zolang je evenveel blijft verkopen en je prijs verhoogt, zou je uiteindelijk meer omzet halen. Dus dat is een van de makkelijkste manieren hoe jij meer omzet kan krijgen. Maar hou er dus wel rekening mee dat als jij al klanten had, die bijvoorbeeld eerst, stel je verkoopt website abonnementen bijvoorbeeld, en dit verkoop je eerst voor 10 euro per maand. Dan zou je kunnen verhogen naar 15 euro per maand. Maar hou er dan rekening mee dat jouw oude klanten dan denken, hé, hoezo is die ineens zoveel duurder? Dat kan je doen door bijvoorbeeld een mailtje te sturen naar je klant of ze even op te bellen van wij verhogen de prijzen. Maar zorg wel dat je goede redenen geeft waarom je de prijzen verhoogt. Want dat is wel heel erg belangrijk. En wat je dan ook nog kan doen is jouw huidige klanten daar een soort van compromis mee sluiten. Dus dat je zegt, nou voor jullie, omdat jullie ons het vertrouwen gegeven hebben, doen wij 12,50 voor jullie nu. Terwijl nieuwe klanten betalen 15 euro. Zo kan je het ook doen. Tip nummer 2, dat is meer geld, maar ook meer tijd besteden aan marketing en promotie van het bedrijf. Wanneer jij bijvoorbeeld gebruik maakt van Google advertenties of je gaat adverteren op Facebook of Instagram of een andere social media, krijg je ineens veel meer aandacht voor jouw merk of voor jouw bedrijf. Op die manier kan je heel makkelijk meer verkopen genereren. Het houdt wel in dat je moet investeren. Dit is of in tijd of in geld. Als jij bijvoorbeeld Facebook advertenties gaat doen, dat kost gewoon geld. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen, dat is een gratis manier, gewoon meer dingen op social media delen. Of mensen op social media een bericht sturen wat jouw potentiële klanten kunnen zijn. Of op LinkedIn iemand benaderen. Op die manier is het gratis. Je zou er ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld blogs te gaan schrijven. Dat doen wij ook en wij merken ook, doordat wij blogs schrijven, dat kost ons alleen tijd, dus dat kost ons geen geld. Maar daardoor komen mensen via Google, via die blogs weer terecht bij ons. Op die manier kan je ook je omzet laten groeien, door dus eigenlijk je bedrijf meer te promoten. Het is eigenlijk net wat bij jouw bedrijf past. Maar dat is ook gewoon heel veel uittesten en heel veel proberen wat werkt voor jouw bedrijf. Dan tip nummer 3, en dat is een ding wat je moet overwegen, of je dat wil of niet. Dat is via acties en aanbiedingen. Dat je bijvoorbeeld doet van, normaal vraag vragen wij voor deze ring 100 euro en nu speciale actie, is nu 50 euro. Dan denk ik, verlaag de prijs, krijg ik dan wel meer omzet, maar waarschijnlijk verkoop je veel meer, omdat je een soort actie, daarmee verleid je de klant natuurlijk om meer te kopen. Het gevaar hiermee is wel dat mensen altijd wachten tot je kortingen of acties gaat doen. Bij ZJ Advies doen wij dus eigenlijk nooit kortingen of acties, omdat wij dat oneerlijk vinden tegenover onze vaste klanten. Dus je zou dat kunnen overwegen of je dat wil en of je dat vindt passen bij je bedrijf. Want je kan er bijvoorbeeld wel heel mooi weer een Facebook advertentie of zo maken van nu alleen vandaag is het de helft van het geld. En heel veel mensen die vallen daar toch voor. Dat heeft ook weer een stukje met psychologie te maken natuurlijk. En daardoor kan je omzet ook weer stijgen. Dan kom ik gelijk bij tip nummer 4 aan. Verkoop je huidige klanten of je klanten die je al hebt meer. En dat is een hele interessante tip, omdat vaak wordt er gedacht bij als je meer omzet wil halen, ik moet nieuwe klanten zoeken, is een optie, maar er wordt eigenlijk niet zo vaak gedacht aan hoe kan ik meer verdienen aan mijn huidige klanten. En je kan dus ook aan je huidige klanten meer dingen gaan verkopen, dus niet alleen de prijs omhoog gaan doen, maar je kan ook aan je huidige klanten andere dingen gaan verkopen. Als je bijvoorbeeld, laten we gewoon even bij het voorbeeld sieraden blijven. Stel je verkoopt sieraden en je hebt al heel wat klanten gehad. Zou je die klanten, mits ze daar akkoord voor hebben gegeven natuurlijk, een mailtje kunnen sturen met je nieuwe collectie bijvoorbeeld? Of als we dan even terugkomen op die korting, dat je ze een mail stuurt met daarin van, omdat u bij mij gekocht heeft, geef ik er 10% korting voor een nieuwe bestelling. Op die manier kan je je huidige klanten ook weer wat verkopen, want
Het waren niet voor niks klanten. Zij hebben al jou het vertrouwen gegeven in jouw bedrijf. Dus die drempel voor hun om opnieuw iets te kopen is vaak lager dan om een nieuwe klant binnen te kunnen slepen. En dan tip nummer 5, dat is de laatste tip. En dat is je netwerk. Wees actief op social media om te netwerken, maar ook netwerkbijeenkomsten. Netwerk is een beetje veranderd, heb ik het idee. Het gaat nu vooral om langdurige relaties. Dus ga niet naar een netwerkbijeenkomst en zeg tegen die mensen van hoi, dit is wat ik doe, dit is wat ik verkoop, wil je koop bij mij, zeg maar, op die manier. Maar het is veel meer bouw een band op met mensen. Wat ook gebleken is, dat iemand eigenlijk pas als die jou 7 keer gezien heeft, het vertrouwen heeft om iets bij jou te kopen. Dus zie het als een langdurige relatie die je opbouwt. En dat kan je dus ook heel makkelijk door middel van social media onderhouden. Dus op die manier kan netwerken heel erg waardevol zijn. Is niet iets wat op de korte termijn vaak heel veel oplevert, maar is vooral iets wat op de lange termijn meer oplevert. Dan heb ik nog een leuke vraag, die kreeg ik laatst van iemand. Dat is, leidt een hogere omzet tot meer winst? Heel veel mensen halen namelijk omzet en winst nogal wel eens door elkaar heen. En daar heb ik laatst ook trouwens een blog over geschreven. Ik zal die even hieronder in de beschrijving zetten, dat blog. Dat gaat over omzet en winst, wat het precies is en wat nou de verschillen zijn. Maar ik vond het wel leuk om die vraag nog even nu te beantwoorden. Het is namelijk zo dat een hogere omzet leidt niet direct tot meer winst. Dus meer geld wat je uiteindelijk overhoudt. Winst is zeg maar wat jij onderaan de streep overhoudt. En omzet is eigenlijk ja, wat er binnenkomt. Maar niet wat je per se overhoudt. En winst is dus wat je overhoudt. Stel, jij hebt dus een hele hoge omzet. Hoeft niet te betekenen dat jij heel veel winst maakt. Dus dat is wel goed om in je achterhoofd te houden. Dat je ook moet letten op je kosten. Als je uiteindelijk, want uiteindelijk willen we allemaal geld overhouden. Want je moet ook nog ergens van kunnen leven, zeg maar. Dan waren dit mijn 5 tips hoe jij meer omzet kan krijgen voor je bedrijf. Wil je nou nog meer tips? Volg ons dan ook op Instagram. Ik zal het hier even neerzetten. Dat is apenstaartje ZJ-advies. En daar delen wij ook heel vaak dit soort tips. Volgende week woensdag zie ik je graag weer bij een nieuwe video. Vergeet niet de reactie onder te laten als je vragen hebt. En voor nu wens ik jou nog een hele succesvolle werkdag. Doeg!